Tussendoortjes kunnen zeker zijn, eigenlijk zelfs noodzakelijk. Waarom? Omdat het belangrijk is om de 3 uur zeker wel eens iets te eten. Dat houdt je metabolisme eigenlijk op peil. En dat zorgt ervoor dat je lichaam niet het gevoel heeft van ja, die laat mij hier eigenlijk meerdere uren zonder energie. En dan gaan ze eigenlijk een beetje in spaarstand. Dus dan gaan ze eigenlijk, gaat je lichaam minder verbruiken als dat het regelmatig gevoed wordt. Dus tussendoortjes zijn zeker goed. Alleen is de vraag, wat eet je tussendoor? Hè? Is dat een zakje chips? Dan is dat natuurlijk. Dan laat je het beter weg. Maar is dat een gezonde alternatief, zoals een stuk fruit? Of is een potje yoghurt? Of zelfs groentjes, bijvoorbeeld radijsjes of kersttomaatjes. Dan is dat zeker goed.